Hallo, ik ben Emma Putman en ik ga je vertellen wat mijn passie is, dus ja. Mijn passie is eigenlijk muziek. Dus ja, zingen, dat doe ik eigenlijk liefst. Veel zang en veel andere optredens gaan ook. Onder andere, ja, de gansfeesten doe ik ook veel. Vaak 10 dagen zelf. Dus ja. En muziek op zich is veel zang dat ik doe. En ik speel ook in een groepje Muziek for You. Dat is met 2 mannen dat ik dat doe. En dus in totaal zijn we met 3. Dan zingen we covertjes, veel repetities, teksten en oefenen. Dus ja, dat is veel, ja, dat doe ik wel graag. Dus ja, en daarbuiten is eigenlijk, ja, doe ik eigenlijk mijn werk. Begeleidwerk doe ik en dat is bij Solidariteit voor het gezin. En bij Oxfam werk ik ook. En ja, doe dat wel heel graag. Het liefste van alles ook met mijn muziek bezig zijn. Dus ja. En ik zit ook even in 2003, dat ligt hier in Everhem. Dus ja, dat is een voorziening. Voor mensen met beperkingen, ja. Ja, moest er geen beperkingen hebben, mocht je hier niet terecht. Tenzij dat hier werkt. Dus ja. En ja, dat is hier wel wijs. Toffe mensen die hier werken, dus ja. Ja. Zit er, ja. Ik zou hier niet weg willen. Dus ja. En ja. Ik doe ook wat sketches achter, dat doe ik eigenlijk ook. En ja, de ding dat ik het liefst achter doe van sketch is eigenlijk de man van Melle. Bart de Pauw doet dat en dat is gewoon fantastisch. Dan ja, dat is eigenlijk wijs. Zo bijvoorbeeld. Met de man van Melle woon ik Koekstraat nummer 70 in Melle dus, hè. Dus ja, en ik zoek vrouw tussen de 27 jaar. Het is niet voor mij, het is voor mijn eenzaamheid. Dus ja, dat is echt wijs. En ja, zo wat sketches achter doen van Chris en Co. Ja, eigenlijk mijn pastoor kan ik ook achter doen. Dat is ook wijs. Altijd als ik val, kan ik kijken in dat plaat. Nee, beginnen eigenlijk. Dus nee, doe dat gewoon een keer achter. En ja, dat is eigenlijk lachen met de kerk. Zoals iedereen dat doet. In de naam van de Vader, zijn Zoon en de Heer is. Amen. Dus zo ding doe ik een keer achter, maar dat is eigenlijk lachen met de kerk. Hè. Dus ja, mensen zeven er altijd over, de mensen gaan naar de mis. Ja, wie gelooft er daar eigenlijk nog in? Dus ja, eigenlijk niemand. Dus ja, of het zijn altijd mensen die erin geloven, maar ik toch niet. Ik ging nooit naar de kerk vroeger, dus ja. Dus ja. Mensen die erin geloven, ja, alle respect, maar het zou dan niet voor mij zijn. Het enige wat ik zou doen, ja, als er iets te doen is in de kerk of zo, wil ik een boek verkopen of zo. Like, het is telkens in Gent ook een boek verkopen zo. Dat is niet voor veel geld. Dat is in de Sinterklaas kerk, dus ja. Dat is op de Korenmarkt, dus ja. Daar is ook wel een keer naartoe gaan en daar is in de kerk. Maar voor de rest, ik zei altijd in mijn eigen ook in de kerk komen, ja, ja, dat is gewoon stom. De mensen gaan de zondag naar de mis, ja, doen een gebed en dan gaan ze naar buiten. Ik denk dat er een goede herinnering zijn in de kerk, dan is al mensen gaan trouwen. Dat is altijd wijs. Of dat is een minder gebeurtenis dan mensen sterven. Ja, dat is ook in de kerk. Hè. En daarachter, ja. Nou, dat is het. Dagelijks leven zeker. Dus ja, allee, salut hè.